Ja, de meisje vroeg mij hoe werkt dit nou? Dus ik zal het nog even voor iedereen uitleggen, want ik hoorde jullie ook iets zeggen van trekzak, maar het is geen trekzak, hè? Het is een accordeon. C'est un accordéon. C'est bon. Alors, accordéon, il a du lucht, de l'air, zeg maar. Hoor je hem? Ja. Oh, sorry. En als je dan op een knopje drukt. Of hier. Zo makkelijk is het. Peter, wat heeft dat met ravioli te maken? Ravioli is een merk van een goede Italiaans accordeon. Italiaans accordeon. Als je geen Italiaans accordeon hebt, dan kun je dit niet doen bijvoorbeeld. Hè. En, Jij kunt ook geen Franse liedjes dan spelen. Nee, het is een Italiaans accordeon. Ja, ik kan het wel proberen. Zullen we proberen? Ja, probeer. Ja. Franse liedjes, dan doen we een eenvoudig, die mensen mee kunnen zingen. Want kennen jullie, weet jullie het bekendste woord in het Franse chanson? Wat zei je? L'amour. Bijna goed. Iemand anders een suggestie? Ik zal het verklappen dan. La. Ja, nee, maar daar wordt veel meer gezongen dan L'amour. Ja. L'amour wordt veel gezongen hoor, L'amour. Je hebt een punt. Maar La wordt veel vaker gezongen. Zing maar mee. Het begint ook met La. Oh, sorry. Doe, wil je maar in Frans aftellen? Oui. Ah, niet waar. La 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 Avec toi, je serai prêt à tout pour un simple rendez-vous, pour un fleur. Avec toi, pour un petit jour, entre tes bras. Pour un petit tour, au petit jour. La 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 Je pourrais tout quitter à faire démonter pour un fleur Avec toi, je pourrais me damner pour un seul baiser volé, pour un fleur. Avec toi, un petit jour, entre tes bras. Jullie zijn de tekst kwijt zeker. Het is la la la, zeg. Ja, nog maar een keer, voor straf. D'accord, de nouveau. Ja, la 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 Voor jezelf.
voor jezelf. Dat is weer applaus voor ze. Maar hij zegt applaus voor jezelf. Je moet altijd goed zijn voor jezelf.